De 14e tentoonstelling van bedrijfsauto's in Amsterdam is tevens de 100ste van de vereniging De Rai. De eerste in 1895 in het Paleis voor Volksvlijt toont alleen nog maar fietsen. Want de vereniging behartigt slechts de belangen van de RI, de rijwielindustrie. De fiets wordt nog hoofdzakelijk voor sport gebruikt. En er wordt op een allesbehalve benepen manier reclame voor gemaakt. Maar zodra de auto in Nederland zijn intrede doet, wordt de RI, RAI. Vereniging voor de rijwiel- en auto-industrie. Toch is de massa er nog weinig gecharmeerd van. Maar het monster dat langs de weg raast, kan door niets en niemand worden tegengehouden. In 1922 betrekt de RAI een eigen gebouw en de tentoonstelling een stimulerende verkoop. Maar het rijden met auto's is hier en daar levensgevaarlijk. Er zijn nog andere belemmeringen. Mensen en overheden die ook dan al de auto als een melkkoe beschouwen. Maar behalve de tollen zijn er in ons land nog meer hindernissen, zoals de grote waterwegen. En de ponten worden nog te weinig door bruggen vervangen. Als na de mobilisatie van 1939 in 1940 de bezettingstijd aanbreekt, wordt benzine schaars en komt het aan op vindingrijkheid. Rallyrijder Gatsonides stookt de blokken van zijn open haard op in de houtgasgenerator die hij op zijn auto gemonteerd heeft. Anderen rijden nog een tijdje op stadsgas. Sommige taxibedrijven gebruiken flessengas. En weer een ander bouwt een kolengenerator. En dankzij paardentractie floreert de paardentaxi. Maar tenslotte is er alleen nog maar de fiets. De kruising met de autopet, de fiets met de houten band, met de band van tuinslang en de fiets zonder band. Na de bevrijding herstelt de rijwielindustrie zich snel. En al gauw trekt Nederland er weer op uit. En op dit bij uitstek Nederlandse vervoermiddel voelen ook de verschillende generaties van het Koninklijk Huis zich uitstekend thuis. En dan begint de motorisering pas echt. De bromfiets komt. En de scooter. En niet te vergeten de kleine auto. Daar komt een markt voor als door de economische groei ook de smalle beurzen wat minder smal worden. Maar Amerika blijft met grote wagens komen. En er zit soms al muziek in. Al zullen die kleine grammofoonplaatjes wel niet zo lang geleefd hebben. Eindelijk komen er in ons land grote verkeerscircuits. Grote tunnels. En grote files. Files ook aan onze grenzen, want het sociaal toerisme komt op gang. De RAI, inmiddels in een nieuwe behuizing, speelt daarop in, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, met aparte caravan tentoonstellingen. Maar die hele, door een toenemende welvaart gedragen ontwikkeling, komt abrupt tot stilstand door de oliecrisis van 1973. Pomphouders geven in die dagen blijk van een groot aanpassingsvermogen. Maar het duurt niet lang en de massamotorisering gaat onverdroten verder. Fabrikanten en importeurs kunnen de auto's haast niet meer aanslepen. En ook met de verkoop van motorfietsen gaat het meer dan goed. Dat alles vraagt natuurlijk om aangepaste verkeersvoorzieningen. Maar rigoureuze oplossingen als deze komen er in Nederland te weinig en te langzaam. Wat ook nadelig is voor het vrachtverkeer, dat driekwart van het Nederlandse goederenvervoer voor zijn rekening neemt. Op de 100ste RAI-tentoonstelling zijn ze in grote variatie te zien. De reuzen van de weg. En ze komen uit vrijwel alle autoproducerende landen. Een primeur voor Nederland is de Globetrotter van Volvo, die pas kort geleden in Brussel ten doop is gehouden. Maar naast de giganten zijn er ook vele kleinere wagens te zien, zoals dit Volkswagenbusje en deze pick-up van Talbot. De 100ste RAI-tentoonstelling, gewijd aan de bedrijfsauto in de ruimste zin, toont opnieuw dat de RAI een begrip is geworden en tevens hoezeer zij aan de mobiliteit in Nederland heeft bijgedragen.